vorige keer in Dragon Ball Z, letterlijk dit keer. Als mijn muisje gekut kan ik doen. Is dat een normale klik kan opeens een dubbelklik zijn. Weet je nog dat Piccolo terug was gekomen van de dood? En ze hem op namelijk hebben gebracht. Ja. Waardoor het in gevaar is dat de normale drakenballen weer kapot gaan, want als hij dood gaat, Kami weer dood. Goed idee, jeez. Ja. Weet je dat Krillin dood ging, maar niet thuis? Oh, die al die level-ups. Piccolo is hier! Piccolo is neergeschoten! Piccolo krijgt niet deze kans om te vechten tegen de tweede geworden. Oh nee, Piccolo had niet zoveel te doen in dat. Oh, dat is het geluid? Dat is het geluid van de hoofdkwark die eraan moet komen om de dag te redden. Ja. Nee, de Super Saiyan ding is zo irritant over te lachen. Ik vind het niet zo erg. Het is tenminste niet random en uit het niet zoals in de Future Trunks arc in de Super. Tenminste niet. Dat is de mooie ervan. Maar het is like... Oh ja, ik hoef alleen maar bijna dood te gaan. Ik word al sterker. Like, hoeveel sterker dood? Oh, dat is de Senkai. Dat is een ding dat altijd heeft bestaan. Als een drakenbal kun je merken dat ik ook sterk is geworden nadat die bijna dood is gegaan. Ja. Maar dat is alleen een Saiyan-ding, niet like iets menselijk, jammer genoeg. Oh, met mensen, ik zou zeggen meer dat Spierparos er bij die van sterker worden is. Als we niet van sterker worden is gewoon niet vechten. De beste manier om te winnen is om niet te spelen. Ja. Ach, je switcht heel snel naar Taioketti. Ja. Je hoeft niet één transformatie te doen en daarna een andere transformatie. Je kan gelijk transformeren naar je beste vorm. Maar je moet wel alle vorms hebben in je skilllijst of dit zo. Ja, dat wel. Ja, dat is goed toch. Maak je transformaties in één fucking ding. Bijvoorbeeld. Dat heet Infinite Worlds en daarom is het de beste bedoeling. Fuck you, bedoeling 3. Then, boys. Nou, opnieuw weet je wat, dat moet wel beter gefixt worden, die vormtransformatie dan. Als we het in één kant toe veranderen. Dat moet wel gebaseerd zijn op hoeveel energiebars je hebt. Dat is het ook. Is het ook zo in het geval? Ja. Dus zeg maar, dan heb je 3 energiebars, dan ga je naar Kaioken 10, zeg maar. Dan heb je er 5, ga je naar Super Saiyan 2 en zo. Enzovoort. Ja, dat is cool. Zie je, ik ben een voorspelbare game designer. Nee, je doet iets wat logisch is, want je zou moeten kunnen bedenken als je het aan het doen bent. Maar is dit aan het maken? Zo'n ander ding is dat ik... De blokknop. Ik merk dat Frieza de hele tijd aan het blokkeren was en hij verloor geen HP. Ja, dat is... Nou, hij verliest HP, maar niet wanneer hij 1 HP over heeft, zeg maar. Dat wilde ik vragen dus even. Maar ja, het is heel vaak dat computers gaan blokkeren. Dat is altijd het vechtspellen zo. Fuck doen. Blokkeer bijna alles, weet je wel. Je wilt je sick combos doen in je ultimate aanvallen, maar het kan heel zo blokkeren alles. Ja. Fuck you. Dus nee, dus dat heb je liever, dat de blokkeerknop... de knop is wanneer je het naar achteren vasthoudt, of wanneer het één knop is. Dat is eigenlijk een hele interessante vraag, want ik heb niet, like, ik heb vooral gewerkt met blokknoppen dus. En ik heb nooit geprobeerd, like, te achter te drukken, dus ik weet niet gelijk. Aan de ene kant denk ik dat ik die van een knop zou willen hebben dan naar achteren gaan drukken. Persoonlijk, ik ook. Want het is meer zo van, ja, ik ga naar achteren. Maar wat nou als ik, like, gewoon naar achteren wandel en verder van mijn veld af ga? Maar plaats dat ik gewoon gelijk daar een blok kan doen. Nou, een Dragon Ball Z kun je dashje maken. Dus dat is mijn idee van een fucking helikopters. Ga weg, hier is geen marathon. De marathon is hier van like 10 kilometer vandaan, jezus. Oké, niet zoveel. Maar nog steeds. In ieder geval hebben we Frieza uiteindelijk verslagen met de Spiritbom. Was er vooral over tijd. Ja. Oh mijn god, Luffy. Ik heb alleen maar de dub gekeken van Dragon Ball Z. Dit is lekker. Wauw. Ja? Caesar verslaat Luffy, wat? Frieza verslaat Luffy met de Force. Nee, Caesar verslaat Luffy. Maar oké, even serieus doen. Dit is zo random as ding waar Frieza lijkt gewoon de Force gebruikt. Was dat ook gewoon een of andere skill? Hoe zit dat precies? Het was een of andere skill. Hij gebruikte een soort deadbean-achtig ding dat in de lichaam ging. Ah. Volgens mij. Dat is hoe het was. Ja, want het kunnen nog een keer dood ging. Zo, hoe snel ging de Kai vergeleken met de originele Dragon Ball Z? Ik bedoel, het was wel wat afleveringen, maar het was geen 4 uur, het was ongeveer like, nee, ik bedoel alleen maar de transformatie. Hoe lang duurde de transformatie in Kai vergeleken met de originele? Er is niet echt veel eruit geknipt, dus het duurde misschien niet zo lang, maar het was ook heel kort. Het was gewoon normaal, zeg maar. Okay. Ik hou van deze team. Dit is nog niet eens de complete 100% team. Dan gaan we later perfect worden. Is dit een originele team? Of is ja, het ook van de... Het is een originele Budokai team. Oké. Zo, nu heb je ook de Spiritbom als een aanval. En holy fucking shit, zijn er zo rode capsules. Je kan het alleen maar gebruiken wanneer je een Kaioken bent, zo. Waarom? I don't know. Dat is dom. Hoe zit het met de Boez Saga? Maar hij is Super Saiyan weet al de Spiritbom gebruikte. Nou, hij wil ook eens een normale vorm eerst en daarna van die stad. Het is zo dat als je Super Saiyan bent, je het Spirit niet kan ophalen, want dan wordt, je hebt dan woede in je. Wat toch wel dom is, want na de training in Hyperbolic Time Chamber, je kan Goku normaal zich gedragen door de Super Saiyan, dus zou je wel de Spiritbom moeten kunnen ophalen. Is het niet zo dat Super Saiyan worden, like, je wordt Super Saiyan door de woede te herinneren? Ja, maar later is Goku permanent, like... Weet toch hoe in de Hyperbolic Time Chamber like, Super Saiyan gewoon blijft zonder dat energie verliest? Ja, voor een jaar lang heeft hij zo het zichzelf getraind. Ja, en hij kon zich personaliteit normaal houden in Super Saiyan ook. Dus zou dan een Spiritbom moeten kunnen opladen als je erover nadenkt. Dus de personaliteitsshift tussen Super Saiyan en normaal? Ja, niet echt personaliteitsshift, maar je wordt meer... Zou ik zeggen, je wordt nu agressief, zeg maar. Dan word je hebt dus ook meer malice in je hart, waardoor je geen Spiritbom gebruikt. Ik val heel graag steeds dood op Frieza. Zo, Frieza lijkt dat van je laatste baasbol shit. Niet echt, want like, transformaties, like, jullie allebei. Je hebt eigenlijk eerder misgaan tegen iemand die tegen jou doet, want zij laatste transformaties op een aardig gevecht. Dus jullie doen allebei veel schade, alleen het is moeilijk om die transformatie daarna vast te houden. Ik hou van deze team zo echt. Gewoon TFS. Ja. Like, dan had hij, like, zei ik ook over dat hij de Super Saiyan was. En like, ik werd er helemaal gek van. It's like, now I am the legend, and now I've become. No, you fucking don't. The legendary, no, Super Saiyan. Ah! Oh, wow. En het is tijd voor de laatste. Dead Soulsers, wat? In ieder geval, het tijd voor Quiet met Fierce Battle. Quiet met Fierce Battle. Het was geen stille gevecht, though, laten we eerlijk zijn. Wel, ja, het was geen stille. Weet je wat de enige stille gevecht van die Trunks aan het vechten is? Hij is de enige die shit serieus denkt. Zo ja, Frieza liet de keer. Hoe dan het dan? Overtuigd door Goku dat hij Frieza in zijn volle kracht bestaat te vechten. Goku wil hem gewoon verslaan wanneer hij op volle kracht is. En we hebben 5 minuten tijd om hem te verslaan, want voor mij deed het 5 minuten, denken we. Misschien. Volgens mij, like, wat? Hij deed het nadat hij 100% werd. Laatst zijn we vervolgens lijkt na mij kop ofzo. Hier komt volgens mij ook het beste stukje van deze team. Denk ik. Nee, het is vast. Nee, het was de volgende ding, ja. Ah ja, hetzelfde team. Oké. Ja, nog een ander gevecht tegen 100% Frieza. En dan zeg ik, vraag me af of TFS het zou gaan doen. Met Resurrection F. Waar is dan nu Super Saiyan worden? Nee, jij is Super Saiyan God Super Saiyan. Ja, Super Saiyan God Super Saiyan worden. Ik vraag me af wat voor gat ze gaan maken. Kijk hoeveel verdier je verliest wanneer je de sterkste transformatie gebruikt. Wat is de sterkste transformatie? Weet je wat? In verhaalvorm is het logisch dat Goku veel energie verliest, weet je? I guess, maar Frieza ook, weet je dat? Als je Frieza op de grond komt, dan gaat het in zijn eerste vorm. Just saying. Ja. Kom op Jesse, sla voor zijn bek! Kom op, fucking goddammit! Zo, ik moest ook wel met Frieza's vorm. Precies. Goeie vraag. Hoe gaat hij terug naar zijn eerste vorm? Want hij moet terug kunnen gaan naar zijn eerste vorm, want hij heeft gezegd eerder deze transformatie in deze vorm. Ja, je weet alleen maar van deze vorm door te transformeren. Kijk op, deze bal is een 2D. Dit is een 2D bal. Kijk dan. Ja, dat is een 2D. Dat is een 2D bal. Weet je, dit is de beste manier om een retrap button te gebruiken. Ja. Fucking houden ervan. Geen laadschermen, gelijk trup erin. Met de muziek dat door blijft spelen. Precies. Dat is wat ik wil. Like, een van die voorbeelden die ik kan nemen is bijvoorbeeld fucking Digimon Cyber Sleuth. Maar niet een hardmode te spelen. Ja. De basis is al achter de kaart, maar dan ga je door die cutscene heen. En je hebt geen skip nog. Ja. En dan zit je daar voor een half uur. Ja. Een ander voorbeeld is Jesse's Birth by Sleeper. Ja, wie doet dat voor een continue hebt geklikt? Oepsies. Ja, dit is een continue gedeelte. Gewoon dit retry gedeelte zelf, weet je. Je gaat niet direct naar het ding. Je hebt een klein laadscherm voedsels. Ja. Je hebt een laadscherm, je hebt die hele transitie-ding en de muziek stopt en speelt er opnieuw af. Ja. En als je één slechte suiker hebt in de eerste 10 seconden, hoor je dood de rest van het lied. Ik vind het wel leuk hoe een tornado in de achtergrond gewoon basic is. Like, is gewoon een tornado zonder een achtergrond. Ja. Leuk detail. Is wat ook. Dan kijken naar level 1 win tegen Vanitas. Ja. En zijn laatste gezicht was een van de epicste dingen ooit. Niet de laatste fase dan. Waar je moet de last force proberen te raken. Fucking. En 2 keer mist! Oh, doe het mist! Het is net al een pomp. Wat je niet weet is dat Frieza zichzelf neergesneden met zijn eigen Dead Soulsers. Oeps. Ja, hij had dus Killings Destructor gestolen en creëerde zijn homing versie. En de Slimmerik snijde zichzelf door de midden. En Goku is een mongool, dus hij geeft nog wel wat meer energie. Hopen dat hij misschien een betere persoon wordt nu. Goku is gewoon te soft, dat is het ding. Nou, volgens mij wordt hij wel een stuk minder soft, of wel? Nee, nou, hij is een stuk minder soft in Z, maar in Super wordt hij gewoon compleet 100% soft weer. Weet je wat het probleem met Super is? Het is waar dat Goku een beetje een mens zelf is, een beetje goofy is. Ze maken het veel te erg, de goofy side. En ze nemen de serieuze side komt bijna nooit voor. Terwijl Goku best wel serieus was. Kijk, hier was hij ook gewoon serieus, weet je. Ja. Hier was hij gewoon soft, maar serieus erover. Wat de fuck hij allemaal heeft gedaan. En het voelt alsof hij wel tenminste een klein beetje kon nadenken over wat hij moet doen en zo, weet je. Want hij kwam met het plan om de Hyperbolic Time Chamber te gebruiken en zo. Maar een Super Goku is gelijk, oh, moeten we dat gebruiken? Dat wordt goed. Oeps, ik ben het vergeten! Die jaren na, de Boez Saga, hoe lang was het na de Boez Saga? In Battle of Gods is het een tijdje daarna, maar in Super was het volgens mij een paar maanden of een jaar daarna. Wat een beetje dom is. Ja, dus... Gelijk na Super heeft hij volgens mij al zijn breincellen verloren. Na die Boez Saga. Net als Sora en Kingdom Hearts Dream Drop Distance. Het kwam vast vanwege de schok dat hij daar had gefused met Vegeta voor een tijdje. Blijkbaar als Fusion erbij moet je dom mee. Wie had dat verwacht? Het geeft breinschade. Degene met de meeste ego wordt de slimmer persoon. Het legt alles uit, weet je dat? Je krijgt breinschade door Fusion te gebruiken steeds.